Marceline Bos, de koning. Voor jouw post uit Holland. Ik ga het meteen aan je overhandigen. Want er zit een heel leuk, lief kaartje bij. Oh ja? Vooral van jouw man. Ah, oh, je hebt hem gelezen? Want ik weet dat hij er niet bij is. Ja. Ik zou zeggen, kijk er even naar. Al heel veel dan, als het allemaal van Martijn moet komen. Nee, alleen de voorste. Oh, dan moet ik die van mijn eigen man zo hardop voor gaan lezen. Ik zou hem eerst even rustig zelf lezen en dan beslissen of je hem hardop voorleest. Ja, dat zal ik wel niet doen. Ik heb zo'n vermoeden. Nou, ik moet zeggen, ik vond hem heel erg lief en bekend in de oren klinken. Oh, oké. Okay. Dit hou ik lekker voor mezelf. Ja, ik heb hem goed opgevoed. Er staat een leuke tekst op, vond ik. Ja, ik... Nou, dat komt omdat ik verwacht heel veel van mezelf. Dus als er dan mensen die heel dicht bij mij staan ook heel veel van mij verwachten, dan heb ik daar moeite mee. Dus ik heb altijd verteld... Ik verwacht al te veel van mezelf. Als jij ook nog dingen van me verwacht, komt niet goed. Dus hij zegt nu relativeren en genieten en al dat soort dingen. En ik ben sowieso trots op je. Dus daarom zei ik net, ik heb hem goed opgevoed. Maar zo is hij ook hoor. Dus super. Wel lief om te krijgen, toch? Ja, zeker. Zeker. Hij is er wel goed in om dit soort dingen te zeggen. Dus, en handgeschreven dingen? Of? Ja. Nou, we zien elkaar natuurlijk nooit. Dus je moet af en toe dingen achterlaten thuis. Dat je in ieder geval weet dat er iemand thuis is geweest. Ja. Dus sms'jes en mailtjes en fotootjes en kaartjes. En dat is een beetje onze manier van communiceren. Dus vandaar, maar wel heel cool. Heel goed. Nog één dag hier vlammen. Deze kaartjes gaan vanavond boven jouw bed. Denk je dat die even helpen voor extra poes voor morgen? Nou, ik weet niet of je dat van andere mensen gehoord hebt. We hebben brieven gehad van oud-Olympische sporters. En ik heb een hele grote cloud gemaakt boven mijn bed met al die brieven opgehangen. En af en toe loop je er langs en dan... Ja, de een staat heel groot genieten en bij de ander staat heel groot genieten. Bullshit, je moet gewoon doen. Dus dat geeft me wel input. En dus als mijn kaartje stond, ik moet altijd de telefoon opnemen. Want Martijn moet inderdaad, als ik bel, altijd opnemen. Dat is alleen tijdens het spelen, maar dat doet hij ook. Dus ik heb hem nog niet zo heel veel gebeld. En welke brief van de oud-Olympiërs heeft de meeste indruk op jou gemaakt? Ja, we hebben een top 3 gemaakt. En ik vond die van Ada Kok heel goed. Omdat ik kon er gewoon goed mee relativeren, maar het was een heel groot verhaal. Die was ook handgeschreven, toch? Ik denk het wel, ja. En ik vond verhaal, dat staat overal genieten. En dan staat er bij Mark Huizing, ga genieten. Bullshit, je moet gewoon gaan. Helemaal niet genieten. Genieten doe je daarna wel. Nou hebben wij dan maar één dag om te genieten, want de 11e zijn we pas klaar en de 12e is dan afgelopen. En die andere, die was van Jacco Elting. En daar stond, als je er bent, dan sta je ernaast. Dat klopt niet helemaal wat ik nu zeg. Ja, ik heb hem ook gelezen en ik moest er even 3 keer over nadenken. Ik kan er nog steeds over nadenken. Je zou denken dat hij zou zeggen je staat erachter, maar hij zegt dus je staat ernaast. Ja, dus dan eigenlijk als je je doel bereikt hebt, ben je er al. Maar ja, ik ben er nog. Je blijft maar doordenken over die. Maar daarom zit hij in de top 3, omdat hij vaag is. Ja, omdat hij wel uitlokt naar meer eigenlijk. Dus het is wel een goede gedachte. Vanavond lekker slapen? Ja, dat hoop ik wel, want vannacht ging niet zo goed. Nee. Ik hou niet zo van die rustdagen. Nou, even lekker met de fam hier, even rustig eten en dan morgen het dagje knallen. Ja, dat is wel uniek hoor, de hele familie. Ik vind het heel bijzonder, maar ik zit niet in de organisatie, dus ik schuif gewoon aan en dan gaat het helemaal goed. Succes morgen. Dankjewel.